Het was dinsdag precies 73 jaar geleden dat Jan van Hoven op het Joris Ivensplein werd neergeschoten. Op het plein ligt een gedenksteen ter ere van deze verzetsheld. Het verhaal gaat dat de jonge Jan van Hoven zijn leven op het spel zette om de door de Duitsers geplaatste explosieven onder de Waalbrug onschadelijk te maken. Als 12-jarig jongetje zag Leo Albers, de redder van de Waalbrug, voor zijn ogen overlijden. Wat ik zag, dat waren dus twee uitgebrande tanks van Engelse chauffeurs. En die lagen voor hun tanks uitgebrand. En Jan van Hoven lag daarnaast. En die was nog niet dood, maar die had een schot achter zijn oor. Dat weet ik zeker. Ik heb hem zien liggen. Ook dood zien gaan. 73 jaar geleden, hoe ik me toen voelde, als kind, weet ik niet. En u bent er toen ook nog naartoe gelopen? Ja. Ja, niet alleen, maar dus alle volwassenen die er ook in die garage stonden. Waaronder mijn vader. Waarvoor? Oké. Okay. Ja, nee. Wat is het?